Wiersum was een van de advocaten van kroongetuige Nabil B. in het geruchtmakende liquidatieproces Marengo rond hoofdverdachte Ridouan Taghi. Almeerder Guillermo B. werd 2 weken na de moord opgepakt toen hij op het punt stond naar Suriname te vertrekken. Rotterdammer Moreno B. werd in januari vorig jaar aangehouden. Na onderzoek bleek dat de 2 mannen in een witte Opel Combo en nog 2 andere auto's verschillende keren door de buurt zijn gereden waar Wiersum woonde. De Opel werd na de moord in Almere gevonden, met daarin het DNA van beide mannen en het bloed van Dirk Wiersum. Uit telefoongegevens is gebleken dat de mannen in de periode voor de moord veelvuldig met elkaar hebben overlegd om de liquidatie te plannen. Ook zijn hun telefoons gepeild in de buurt van het huis van Wiersum ten tijde van de moordaanslag. Ik sta bij de zwaar beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp, de bunker genoemd. En zojuist hebben hier Guillermo B. en Moreno B. 30 jaar celstraf gekregen voor de moord op advocaat Dirk Wiersum. Volgens de rechtbank handelden beide mannen als één en zijn ze verantwoordelijk voor de moord in september 2019. Beide verdachten hebben tijdens het proces weinig losgelaten en gebruik gemaakt van hun zwijgrecht. De rechtbank zegt, hier is sprake van een huurmoord gepleegd op een advocaat, een dienaar van de rechtsstaat, en daarbij past alleen een heel lange gevangenisstraf. En in dit geval vindt de rechtbank passend 30 jaar. Het Openbaar Ministerie had levenslang geëist voor de moord op Wiersum, maar kan zich vinden in de uitspraak van de rechter. Het Openbaar Ministerie is heel tevreden met deze uitspraak. Waarom? De rechtbank heeft ervoor gekozen om geen levenslang op te leggen. Ze hebben aangegeven het gaat om een enkelvoudige moord en de verdachten zijn niet eerder voor een levensdelict veroordeeld. Maar ze vinden wel dat de allerhoogste tijdelijke gevangenisstraf, namelijk 30 jaar, opgelegd moet worden. En dat heeft de rechtbank opgelegd. Ondanks dat de rechtbank geen levenslang heeft opgelegd, wil het met het geven van de op één na hoogste straf wel een duidelijk signaal geven. De rechtbank hoopt dat met het opleggen van deze straf het voor andere mensen duidelijk is dat zij zich niet moeten laten inhuren voor het plegen van moorden. Wie uiteindelijk geschoten heeft, kan niet bewezen worden, maar dat maakt voor het oordeel van de rechtbank niet uit. Beide zijn verantwoordelijk, zo is het oordeel. Beide partijen kunnen nog in hoger beroep gaan in deze zaak. Het Openbaar Ministerie heeft aangegeven tevreden te zijn met deze uitspraak, maar gaat het nog wel bestuderen.